De centrale banken van Suriname en Guyana voeren deze week gesprekken in Paramaribo. Wij spraken de beide presidenten, Glenn Gersi en Gobind Ganga, gisteren toen ze bij de Telesuur Hotspot aan de Van 't Hogerhuisstraat zaten te genieten van de avondvierdaagse. Ze waren er op uitnodiging van de Telesuur-directie. De gesprekken worden gevoerd in het kader van de goede samenwerking met de Centrale Bank van Guyana, zegt Gersi. De besprekingen richten zich met name op het gebied van het Surinaams bankwezen, zegt de Centrale Bank Governor. Ze zijn bij, bij ons gekomen om de ervaringen van onze van kennis te nemen en van ons iets te leren. En tegelijkertijd leren wij ook van hun. Ja. U heeft laatst aangegeven dat het goed zit met onze monetaire reserve. Nou, ik denk dat als ik... Ik heb het een beetje anders gezegd. Hè. Ik zeg, we zijn op de goede weg. Ik denk niet dat een centrale bankpresident tevreden is over welk niveau van de monetaire reserve ooit. Je wil alles zo hoog mogelijk hebben om je eigen munt zoveel als mogelijk te beschermen en die backing te geven. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn als we common sense gebruiken. Elk van ons, de centrale bank, de overheid, het bedrijfsleven, dan komen we er wel. De Guyanese centrale bank governor Gobind is vol lof over de samenwerking met de Surinaamse moederbank. We leren niet alleen over het Surinaamse bankwezen, maar ook over de cultuur. De Guyanese bank, centrale bank is ook gereed voor de vele geldstromen wanneer straks de Guyanese olieindustrie van de grond komt. Telesuurwaarnemend directeur Mike Antonius onderstreept het belang van het goed beheer van de monetaire reserve van het land. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat niet alleen de hooggeplaatste gasten zich konden verpozen bij de Telesuur Hotspot, maar ook kinderen van een kindertehuis. En naast kindertehuis ook een aantal notabelen, waaronder de governor van de Centrale Bank van Suriname, die ons helpt aan de monetaire stabiliteit. En de governor van de Guyana, die hebben we ook op bezoek vandaag. Nou, Telesuur ondersteunt dat op verschillende wijzen. Sowieso, bewegen is gezond. Dat is een cliché-uitspraak bijna. Maar we moeten het doen. Deze activiteit is één van het doen. En daarom ondersteunen we het ook en participeren wij het ook, er ook aan door onze personeelsvereniging en onze medewerkers te stimuleren om op elke vorm van beweging mee te doen. Telesuur waarnemend directeur Mike Antonius. We spraken hem gisteren bij de Telesuur AVD Hotspot aan de Van 't Hogerhuisstraat. Het bedrijf had naast kinderen uit een kinderhuis ook enkele notabelen, onder wie centrale bankpresident Glenn Gersi en zijn Guyanese collega Gobind Ganga uitgenodigd.